Ik ben net een half uurtje live gegaan om zij of haar voor te stellen. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we vrijdag 12 april en dat betekent dat vandaag mijn tijdschrift en mijn online platform van zij of haar wordt gelanceerd. Daarvoor ga ik vanavond om 18 uur live en dat wordt super spannend. Dat wordt namelijk om verschillende redenen enorm spannend. Namelijk omdat de eerste editie is van mijn nieuwe format, om de nieuwe website online gaat. Maar vooral ook omdat de eerste keer is dat ik een tijdschrift heb gemaakt die er zo professioneel uit moet zien dat mensen ervoor willen betalen. En dat is nog super hard afwachten. De magazine zelf is trouwens al volledig af, dus daarover moet ik me geen zorgen meer maken. Maar de webshop en een blog moet ik wel nog aanpassingen aan doen. Heb ik de komende tijd trouwens al heel erg gedaan onder de coming soon active modus of zoiets. Omdat jullie het nog niet zouden kunnen zien. Dus kort eet ik trouwens deze cornflakes. Dus deze zijn van de Aldi of van de Lidl. Het ziet er gewoon zo uit. Ze smaken een klein beetje anders dan die van Everyday. Maar mijn favorieten van Everyday zijn namelijk op. En voor eventjes uit het assortiment. Ondertussen ga ik dit spel spelen. Ik ben nu even alle tijdschriften in de shop aan het zetten. Alle bloggers gaan gratis zijn. Zij of gaars gaan betalend zijn. Ik ben de enige die momenteel er al in kan. Dit is de shop. Dit zijn alle magazines. Vandaag op 12 april staat hij in de aanbieding. Daarna gaat hij te koop zijn voor 2,95 euro. Hey, ik had net heel erg veel problemen met mijn webshop die eraan gelinkt is. Hij stuurde namelijk geen mails door, wat daar redelijk irritant is. Maar nu is dat dus gefixt dankzij mijn liefste broer. Thanks. En ik heb ook net nog een berichtje online gegooid dat je tenminste 2 effectieve artikelen hebt om te lezen naast het tijdschrift als je die wil kopen. Ook de shop staat vol met blogger tijdschriften die gratis te verkrijgen zijn en 1 zij of haar waarvoor je betaalt. Uitzonderlijk vanavond 2,50 euro, maar dat maakt niet meer uit, want jullie kunnen dat niet meer op tijd zien deze blog. Maar ik geef het wel mee in de live, dus voor de mensen die snel zijn, kunnen goedkoper bestellen. Net een beetje de Sims gespeeld en nu is het 6:08. Dus dat betekent dat ik over 8 minuutjes live ga. Dus ik maak alles eventjes klaar voor de live. Zo, daar is mijn scherm voor de live. En mijn statiefje. Mijn website ga ik meteen openzetten. En ik heb mijn tablet al bij om het tijdschrift daar op te tonen. Nog 5 minuutjes! Hopelijk zit iedereen al klaar. Ik ben net een half uurtje live gegaan om zij of haar voor te stellen. En ik ga nu de live delen op mijn Instagram pagina. Dat mensen hem ook gewoon nog opnieuw kunnen kijken. Bellen, die staat er online. En misschien ga ik nog eventjes live op TikTok om mijn TikTok fans blij te maken. Maar eerst kijken of er toevallig al mensen zijn geweest op mijn site. Live op TikTok! Nog maar net, dus er is nog niemand. Nu de moment. Dag vlog! Je nickname staat in de vlog. Na mijn live heb ik een slaatje gegeten, zoals ik de laatste tijd wel van mijn gewoonte is. Daarna
heb ik Heup gekeken, een Vlaamse serie. Over Philippe Heubels uiteraard. Ik heb die uitgekeken, dat 8 afleveringen. En net op tijd, want morgen is onze play afgelopen. En nu ben ik hier boven. En morgen is er trouwens een straattheaterfestival in Ieper, namelijk de Fleur de Stad. Waar ik ook ga vloggen. Morgenochtend moet ik eerst naar mijn voedingsconsulent. Want het is de laatste afspraak voordat ze een bevallingsverlof gaat. Hallo, toekomst. Vandaag zijn we 11 april, maar dit gaat gewoon in de vlog van 12 april. Waarom ik vandaag toch nog wil vloggen, is omdat ik eindelijk heb beginnen aan dit boek. Dit boek staat al super lang op mijn verlanglijstje en noemt Schildpadden tot in het oneindige van John Green. Dus het enige boek, denk ik, van John Green die ik nog niet heb gelezen. Dus bij deze.